Weer of geen weer, onze kinderen gaan altijd naar school. Maar hier in Cambodja is dat voor de kinderen in het regenseizoen best wel lastig. De 16-jarige Janet woont in Cambodja, waar het vanaf half mei 5 maanden lang hard regent. Tijdens het regenseizoen komt werkelijk alles onder water te staan. Ook de weg naar school. Ja, ik heb ook nog. Ik heb ook nog lang weer te houden. In het verleden miste Janet tijdens het regenseizoen veel lesuren en dat vond ze niet leuk. Ja, zo zie je dat het dan ook heel moeilijk is om gewoon naar school te kunnen gaan. Maar gelukkig is UNICEF er ook om deze kinderen te helpen dat ze tijdens het regenseizoen gewoon hun lessen kunnen blijven volgen. Als scholen moeilijk bereikbaar zijn, regelt UNICEF vervoersmiddelen zodat kinderen er toch kunnen komen. In Cambodja kunnen kinderen tijdens het regenseizoen gratis met de boot naar school. Hoe vanzelfsprekend is het voor ons dat onze kinderen na de zomervakantie gewoon weer naar school gaan? Dat gun je toch ieder kind? Dankjewel.